Alsof dat die Chocobo Game ons nooit met rust gaat laten! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy IX. Ik ben weer jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering hebben we een heleboel gedaan. Zit is weer menselijk geworden. We hebben een luchtschip. We moeten richting Ibsen's Castle voor de storyline. We hebben een luchtschip. Nee, we zijn weer terug bij Chocobo's. Goed, de reden... Ja, ik heb wel... Het is vroeg. Ik neem dit veel te vroeg op, jongens. Hey, normaal gesproken neem ik altijd op in de middag of net voordat ik ga werken of zoiets. Maar zo vroeg. Maar het maakt niet uit. Goed. Op het moment dat je het luchtschip te pakken hebt gekregen, opent zeg maar de laatste Chococraft die ze zich dus zeg maar had opgesloten. Dat je die dus zeg maar nog niet te pakken kon krijgen. Reden hiervoor is omdat je anders het spel kon breken en dat je nog niet eigenlijk op het moment zit dat je op het spel mag vliegen. Dus daarvoor hebben ze gezegd van nee, je mag nog niet vliegen. En hebben ze dus die Chococraft pas beschikbaar gemaakt op het moment dat je het luchtschip hebt. Zoals je kunt zien, Mene zegt nu niet meer van oh, je kunt je Chococraft niet vinden. Want je kunt ze weer wel vinden. Nou, we hebben al genoeg van dit spel gezien. Dus ik ga even op zoek naar die Chocograph. Ik zie jullie in een seconde. Waarschijnlijk heb ik een Chocograph piece gevonden. Ik heb hem nog niet eens gezien, zo snel ging ik. Nou ja, we hebben in ieder geval iets. Was dat het laatste? Zeg alsjeblieft dat dat het laatste was. Nee. Weer een Chocograph piece. Oh, hebben we ze nou allemaal? Ja, die laatste, nee, dat halen we nu weer. Halen we nu weer. Pixel perfect bullshit. Klaar. Goed. Hebben ze nou alle twee, alle vijf, zes, hoeveel dat er ook zijn, ik weet het niet. Zeg maar dat we ze allemaal hebben. Ja, we hebben alle Chocograph pieces. Een nieuwe Chocograph. En dan kunnen we kijken wat er op de achterkant zit. En als we dan nou gaan kijken. Juist. Dus Choco die zegt al van, ja, jullie hebben nou, we hebben hier nou alles, dus hier kun je nou geen hot and gold meer spelen. Kijk, dan zegt hij hier ook, oh, dat duurde echt lang. Dat duurde gewoon echt 17 minuten of zo. Nee, don't play. Niks. Echt helemaal niks. Goed. Laten we eens even gaan kijken wat de Chocograph nou eindelijk te zeggen heeft. Want daar hebben we dus al die pieces voor. Mist Oceaan. Look around small island located at the northeastern shore of the Mist Continent. Noordoost dus. Oké, wij gaan noordoost naar het Mist Continent. Waarom ook niet? Dus. En dan moeten wij dus. Bij de. kleine eilandjes zitten te kijken. Ik vind het best hoor. Dus ja. Ah, het is veel te vroeg. Mijn stem is nog helemaal schoon, zeg maar. Wel. Het ochtendritueeltje. Maar goed. Dit betekent wel dat we bijna klaar zijn met de Chocobo sidequest, thank heavens. En het leukste is, de laatste Chocograph, dit is niet de laatste Chocograph, want zoals ik al zei, er is nog één plek waar we dus zeg maar hot and cold moeten spelen. Maar er is nog één, er zijn nog een paar Chocographs, ik geloof dat er nog drie of zo zijn. En die zijn zo makkelijk. Dus, ja, en ze hebben het ook al over Dead Pepper gehad, en die wil ik jullie natuurlijk ook laten zien. Dat is natuurlijk wel even net zo makkelijk. Goed, we zijn in het noordoosten aangekomen van het Mistcontinent. Dus dan gaan we maar eens even kijken. Is dat dan hier bij die cirkel? Dit is Noordoost. Even kijken. Ik denk dat hij bij die eilandjes bedoelt. Dat hier heel die cirkel zitten. Gewoon hier even squaren. Soms kom je hier wel eens in één keer zo spontaan die vraagteken tegen. Dus vandaar dat ik het doe. Even kijken. Ik kom wel terug als we iets gevonden hebben. En ik ben een dummy, want ik zit in het zuiden. Terwijl dat we in het noordoosten moeten zijn. Nou, ik zie hier twee eilandjes. En deze twee. Oh, kwijt vraagteken. Ja, ja. Give it to me. Ik wil het. Ik wil het vandaag. Liefst gisteren. Kom op. Geef het aan me, spel. Geef het aan me. Ik weet dat je het wil geven. Kom op, geef het. Yes! Oh, die quests, die voelen zo goed. Puff of Smoke? Goh, die zou ik echt niet aankomen ofzo, omdat dit de laatste Chocograph is die we op deze ability kunnen krijgen. Oh. Sheesh. Beep.
mol. Die dikke Chocobo altijd, hè? Altijd gezellig. Reiziger, wacht op je terugkeer. Ja, daar roep je nou al 5-4 keer. We kunnen nu vliegen. Yay! En we kunnen alleen maar landen en stijgen bij bossen. Maar ja, anders was de game dus gebroken geweest. Daarom hebben ze deze ability veel later pas in het spel gegooid. Aangezien dat dit dus zeg maar nou heel erg belangrijk was om dit zo te gaan doen. Nou dat we de vliegkracht hebben, kunnen we dus zeg maar een... Volgens mij nog één Chocograph vinden. Waar dus wel stuff in zou komen te zitten. En dat is deze. Die is zeg maar bij het Outer Continent. Daar zijn we toevallig heel erg dichtbij. Maar dan zijn er ook een paar dingen die we dus zeg maar kunnen doen. Sowieso hebben we dus Dead Pepper. Dead Pepper zorgt ervoor dat we... Hidden treasures kunnen vinden. Deze zijn extreem moeilijk te vinden. Dus daar doe ik gewoon een montage van maken. En dan echt kijk goed naar de map. Waar dat we precies op de map zeg maar zitten. Dan kun je precies zien hoe dat je daar kan komen. Dan hebben we ook nog de skybase. Waar we zeker naartoe moeten. Oké, nou hier kunnen we dus vliegen. Goed, we moeten dus naar een eiland. Wat dus niet met een schip te halen is. En waar dus geen gras zit. Of maakt niet uit eigenlijk of er gras zit. Maar we moeten dus op zoek naar de kleine eilandjes op het noorden continent. Dit zijn die eilandjes waar ze over praten. Volgens mij is dit er toevallig eentje. Dit zijn die eilandjes waar ze over praten. Volgens mij is dit hem ook. Is dit hem? Als dit hem is, dan lag ik mij helemaal scheel. Ja, dit is hem. En hoe? Hoppakee, is de treasure in de pocket. Oké, 11 Sapphire, 1 Circlet, Pumice Piece. Oh mijn god, hebben we nou al een Pumice Piece? Hebben we er nou al twee? Sweet! Als je twee van die dingen hebt, dan kun je namelijk de grootste summon ooit maken. Ergens, in een winkel. Maar goed, dat is later pas. Dus ja, we hebben nou tot nu toe alle Chocographs te pakken gekregen. En dan is het nu tijd voor de laatste drie nog te vinden. En dan die stomme zwarte vlek te vinden. Maar goed, ik ga jullie eerst de dead na... Ik weet niet, wat te doen? Ik heb nog tijd. Ik ga op zoek naar de mysterieuze zwarte vlek. Ik zie jullie als ik hem gevonden heb. Het heeft eventjes geduurd, maar we hebben hem eindelijk gevonden. Dit keer zat hij midden op de oceaan. Er zijn vijf locaties zeg maar, waar dat, deze vlek kan verschijnen. Ik zal even een kaart in, de, ja, in beeld gooien waar je kan zien zeg maar, op de minimap. Waar dat ze dus zeg maar, eigenlijk te vinden zijn. Goed. Als je het eenmaal gevonden hebt, wil je als je aan het vliegen bent, een Dead Pepper gebruiken. En dan kom je uit. Bij de Chocobo's Air Garden. Yay. En mijn Eddie komt er ook al gelijk aan. Wat leuk. Goed, dus we zijn nou in Sky, dus we kunnen over wolken heen lopen, blijkbaar. En als we hier dan met Mene praten... Kan Choco nu vliegen als ik? Wow, dat is geweldig, Kupo. Zeg, heb je net gezien? Dit eiland vliegt op de wolken. Dus ja, de locatie van het eiland kan misschien veranderen. Wanneer dat je raadt, dan moet je op zijn lek kijken en dan kun je het vinden. Dus nou ja, de grond ziet er wel uit, maar wat een rare plek. Jij bent een rare, Mene. Maar goed, we kunnen dus hier weer Hot en Gold spelen. Maar ik wil eerst eens eventjes iets laten zien. Deze locatie is je reward eigenlijk voor het hele Chocobo gebeuren te doen. Want hier, ik bedoel, sorry, want hier, dat klinkt al beter. Als je hier dus zeg maar van Choco, als je hier zeg maar gaat kijken, staat hier een vraagteken. En als er staat, wat is dit? Het lijkt op een Edoion Cave, dan denk je dus van, hé, daar kunnen we een summon vinden. Maar dit willen we nog even maar rust laten, want hier zit de moeilijkste baas. De extreem moeilijke baas van Final Fantasy. Deze baas is nog moeilijker dan de Final Boss van dit spel. Die zit hier verborgen. Dus dat willen we even in gedachten houden. Dus dat is sowieso een reward. Ik wil hem laten zien als de tijd rijp is. Geloof me, we zitten nog niet eens in disc 4 en we hebben hem al gewonnen. Maar goed. We moeten dus zeg maar weer 3 Chocobo-crafts, Chocographs vinden. Nou, is het hier dus zeg maar, je zit hier in de lucht. En je hebt 2 eilandjes. En het nadeel is...
Oké, we hebben een dead pep gewonnen. Dat is alleen maar gunstig. Het nadeel is, in de wolken, daar vind je nooit iets. Oké, we hebben een oor gevonden, maar daar kunnen we niks meer mee. Dus op het moment dat jij niks meer op dit eiland bij wijze van spreken kan vinden, moet je naar het andere eiland. Dat kost heel erg veel tijd. En Pixel Perfect. Pixel Perfect Crap, daar heb ik echt een... Dank je. Dus even kijken. Als we dus naar het andere eiland moeten, volgens mij... Zolang het niet hoeft, hebben we eigenlijk meer geluk. Maar nou moeten we naar het andere eiland. Moet je dus wachten op deze animatie. Moet je dus hier tijdens je tijd omheen lopen. In de wolken kun je niks vinden. En kun je hier dus weer een stuk verder kwijt. En we krijgen weer dezelfde bullshit van... Hé, hey, je hebt iets gevonden daar, vierlingen. Ja, dat weten we ondertussen wel. Het is hier ook best makkelijk om 8 items te vinden. Ligt eraan tot het spel zeg maar vriendelijk genoeg is... om zoveel mogelijk op één eiland te vinden. Maar moet je dus zeg maar van eiland swappen... dat kost zo'n bijna zo'n 5 seconden. En die 5 seconden die heb je gewoon nodig. Nou, blijkbaar zal ik hier nog wel heel eventjes vastzitten... omdat we hier weer 3 chocograph moeten vinden. Yay! Ik kan niet wachten. Oh, hebben we er 1? Ja, we hebben er al 1! Correctie dus. 2. Oké, nou, we krijgen er behoorlijk veel punten voor. En misschien kunnen we er open floors halen, dat weet ik niet zeker. Maar ja, ik ga dus op dit eiland zitten. De chocograph vinden. En hopelijk vinden we ze zo snel mogelijk de andere 2. Dus ik zie jullie in een seconde. Nog een chocograph net in de laatste seconde. Ik ben zo lucky. Chocograph, we hebben ze alle 3. Ik heb hier gewoon voor geen 1 keer te pakken kunnen krijgen. Hè? Geen 1 keer die bonus. En dat komt gewoon omdat je moet swappen tussen de eilanden. En als ze niet dicht genoeg bij elkaar liggen, dan heb je het probleem dat je niks zou vinden. Kijk, als ik hier nou dus zeg maar niks zou vinden, dan zou ik weer naar het andere eiland toe moeten. Wat nu denk ik het, ja, wat het geval is. En dat kost gewoon zoveel tijd. Je krijgt er wel een leuke bonus voor, maar het is echt zeldzaam tot het gebeurt. Maar goed, we hebben de chocographs gevonden. En dat was het allerbelangrijkste. Ik wil echt... Dit is eigenlijk een van de laatste afleveringen dat ik dit wil doen. Er moet zoveel geknipt worden. Ja, we hebben alles. Je bent klaar om naar de unmapped Chocobo Paradise te gaan. Dead Pepper. Dat maak ik zelf wel uit. Goed. Dus laten we eerst eens even naar die treasures op te gaan. Nee, wij gaan terug. Want ik heb nog geen zin om tegen die in een baas te gaan vechten. Want echt serieus is zelfmoord. Dan kun je me nou uit gaan lachen. Maar ik weet, dat is zelfmoord. Dan wil je echt nog niet meer rotzooien. Goed. Dus laten we eens even kijken. Outer Island. Kupo, this isn't a very big island. How scary. I hope you like heights. Ik denk dat het ook op de Outer Continent is. Ik ga heel even zoeken voor jullie. Nou, ik neem jullie gewoon heel even mee met deze zoektocht. Dat is net zo makkelijk. Ik bedoel, we weten dat dit het Outer Continent is. En tot er dus één klein eilandje zou moeten dus zijn. Wacht eens even, dit is volgens mij... Even wachten, dit is volgens mij ook er eentje. Wacht heel eventjes, geef me even een seconde. Ja, dit is de Fairy Island. Ik bedoel, als we er toch langs vliegen. Might as well. Ik bedoel, waarom ook niet? Ik weet zeker dat dit is het enigste namelijk met die berg erop. Dus... Zit hij dan op de berg? Juist. Ik wist dat er eentje hier zat, dan was het probleem namelijk. Dus ja, als we er dan toch langs vliegen, dan heb ik zoiets van, ja, waarom ook niet? Gelijk, even pakken die af. Dus, geef mij de grote kwer. Op de grond hier. Kun je hier op de grond zitten? Kun je hier op de grond zitten? Kun je hier op de grond zitten? Op de berg. Heb je hem zitten dan? Heb je hem zitten dan? Dit vertellen dan? Geef hem nou gewoon. Oh, echt het spel, hè. Pixel perfect bullshit. Waar moet hij dan op de top zitten of zo? No! Je geeft een kwer vraagteken, dat is een teken dat ik goed zit. Ga dan niet zo lopen kliegen en geef me gewoon. Hè? Oké, ik heb de voet van de berg. Prima. 33 potions, 15 annoyments. Holy mitter? Dark medical. Wat is dat dan? Geen idee. Goed, terug naar die ene waar dat we eigenlijk... Wat is deze? What a straight shape for an island. Ja, dat is niet mijn probleem. Goed, we gaan eventjes weer op zoek naar... Wil je daar alsjeblieft niet uit? Serieus, ik heb geen goed gevoel over de vijanden die hier kunnen zitten. Dus voor de love of fietsbellen, don't do it. Just don't do it.
Nee, in dit geval echt serieus, don't. Ik bedoel, dat is echt dat is suicidal. Dat wil je niet. Ik weet niet wat voor vijanden dat er zitten, maar... Ik bedoel, we zitten nog steeds in District 3, niet vergeten. Dank je. Oké, nou even kijken. Dit is, Modern Cherry. En dat is niet echt de locatie waar ik naartoe wil. Ik wil eigenlijk weten waar dat eiland zit. Hier een eilandje. Het ziet eruit als een stuk reef. Eilandje. Is dit het? Nee, het is geen eiland, of wel? Oh, het is wel een eiland. Het heeft niet dezelfde vorm. Tenminste, even checken. Nou, volgens mij zit het niet, hoor. Nee, dit is hem niet. Nee. Moving onwards. Ik weet zeker dat we hem eigenlijk... is dat dan... Want ik zie hier ook nog een klein plekje op de map. Waar ik nou eigenlijk naar kijk. Waar ik dus zeg maar naar kijk is... Als je op de map kijkt, dan zie je overal van die hele kleine puntjes zitten. En dat is eigenlijk de locatie waar ik naar zit te kijken. Ja, hier moet hij zitten. Juist! Waar zit je? Kom op. Geen pixel perfect. Geen pixel perfect. Laat mij niet knippen. Geef hem gewoon. Ik weet dat je hem wil geven. Ik weet dat je hem wil geven. Geef hem maar gewoon. Geef hem maar. Kom maar. Kom maar. Dank je. Ik stond bijna op het punt om te gaan knippen. Goed, we hebben je gevonden. 21 amethyst. 16 garnets. Een Genji armor en een Ragnarok. Volgens mij is dat een wapen voor het Leroy, maar dat ben ik niet zeker. Nou ja, laten we zo even kijken naar de laatste. Dat is de Forgotten Island. You've come this far. You can figure it out. Oftewel, je bent zo ver gekomen. Je zoekt het zelf maar uit. Wat lief. Dankjewel, Mene. Nou, deze... Volgens mij zat die... Ik ben bang dat ik voor deze eventjes moet gaan knippen. Matcht die of niet? Ik vind van wel. Nee? Ik vind hem matchen. Kan wat dichterbij misschien? Op. Kijk eventjes goed op de map waar ik zit. Ik zit noord op de... Volgens mij is dit de Lost Continent, maar dat weet ik niet zeker. Dus, kom op, dit is hem. Daar dacht ik ook, ja. Geef gewoon. Kom op. We zijn nou zo ver gekomen. We vinden heel erg veel treasures, dus dat is alleen maar gunstig dadelijk voor de volgende locaties waar we naartoe moeten. En een ribbon. Rebirth ring. Wow. Een rebirth ring. Gewoon gratis even niks. En een ribbon. Maar die hadden we al. Dus deze was eigenlijk best wel zinloos. Goed. Nou zijn er nog een paar treasures. En daar heb ik dus zeg maar hier mijn lijstje voor me naast me liggen. Om dus te kijken waar dat die kringen dus zeg maar zitten. Omdat er zijn nog meer treasures zonder chocobo graphs. Deze zijn ongelooflijk moeilijk gemaakt om deze eigenlijk te vinden. Want je moet echt op een heel klein detail letten. Om ze dus te vinden. En zoals ik al zei, ze hebben hem heel gemeen gemaakt. Dus het eerste waar ik naartoe ga, is ik denk op de Lost Continent. Want daar zitten de twee. Vergeet niet, dat is ook de locatie waar we dadelijk naartoe moeten. Maar ik wil in deze aflevering gewoon klaar zijn eigenlijk met de Chocobo sidequest. Dus ja, in deze aflevering, het ligt eraan. Hoe lang zitten we nou in de aflevering? 16 minuten. Kijk hoe ver dat we komen. Laten we het daarop houden. Goed. We zitten hier op het losse continent en ik ga heel eventjes zoeken of ik ze kan vinden. Ben eens terug in een seconde. Oké, de eerste hebben we gevonden. Duurde even. Zien jullie hier? Ja, het is echt lastig te zien. Zoals jullie kunnen zien, ik kan hier niet over dit barsje hierheen lopen. Dat komt omdat hier namelijk een treasure ligt. En die ga ik jullie laten zien. Let op. We hebben een treasure gevonden. Maiden Prayer, Dragon's Hair, Gauntlet, Odin Card. Hartstikke leuk. Goed, kijk even goed op de locatie in het op het vergeten continent. Want het Lost Continent is het ijscontinent. Maar op het vergeten continent, recht in het midden. Daar ligt deze. Oké, deze is iets beter te zien. Een beetje verder richting het noorden op hetzelfde. Zie je dus ook nog een krijg liggen.
Ziet hem helemaal gek worden, de beest. Eye drops, Maiden's Ring, Genji helmet, Hildegard 1. Hier zitten de meest rarest treasures verborgen. Nou, er zitten er dus, zeg maar, het zijn er totaal 8. We hebben er al 2 gevonden. En er zitten er dus ook heel erg veel in het water verborgen. Nou, die in het water die zijn heel erg moeilijk te vinden, dus die bewaar ik eventjes voor morgen. Want dan zijn we dus bijna klaar met heel de Chocobo gebeuren. En dan gaan we eindelijk de Chocobo hoofdstuk afsluiten. Dit zeg ik ook een beetje meer in verband met, ik kom een beetje in een tijd zo van, ik moet er zo weg. Dus, mijn excuses, sorry daarvoor. Maar, er is er dus zeg maar eentje en die is heel erg tricky gemaakt. En dan moeten we eigenlijk richting Treno en die ligt daar. Dus we moeten dus zeg maar die kant op. Want hier moet je je Chocobo niet voor oproepen. Hier moet je gewoon naar een locatie toe lopen. Ja, dat is wel heel erg apart dat we nou in één keer naar een locatie toe moeten lopen. Omdat, ja, we zijn eigenlijk gewend om gewoon met de Chocobo op reis te gaan. Nou, hoe moet je deze locaties vinden? Dit waren echt de enigste locaties waar ik dus echt maar in mijn tijd, toen die tijd hadden wij daar een boekje voor. Tot wij dus een, een walkthrough boekje hadden. Nou, en een walkthrough boekje, dat was niet... sommige waren accurate en sommige absoluut, dus 100% niet. Nou, dit is zeg maar de plek waar we de cutscene hebben gehad met de Towler. Tot hier, zeg maar, hij is opgegroeid met zijn opa. En als wij dan hier naar binnen toe gaan, dan kunnen wij dus zeg maar hier... Als we hier naartoe lopen, kunnen we op het einde hier, kunnen we zeggen van... er ligt daar iets op de bodem van de oceaan. Het lijkt wel op een soort van schuim. Laten we een dead pepper gebruiken. Dus dan roepen we automatisch onze Chocobo op in deze grot. En... wat moet ik nou weer doen? It's higher than I thought. Ja! Feed the dead pepper! Yay! 9 oor! 15 topaz, Tiger Racket, dat is handig. Red Rose card, ja, card, discard, card, ja, maakt niet uit, goed. Oh, ik snap het nu. Nou, zoals je dus zeg maar kan zien... Zoals je net zag, dankjewel spel voor gewoon uit te veden terwijl dat ik iets aan het uitleggen was. Zoals je dus net zag, op het moment dat jij dus zeg maar die bultjes in het water ziet... Deze was dan speciaal dat je echt vanuit deze locatie moest komen. Maar als je die bubbeltjes in het water ziet, wil je daar ook een dead pepper op gebruiken. En geloof me, ze zijn heel gemeen met die bubbeltjes in het water. En mijn stem was het wel te horen eigenlijk hoe zagrijnig ik ervan ben. Maar goed, we hebben er 3 gevonden. Ik denk dat ik er nog wel even eentje kan... Nee, ik wil niet terug naar binnen. Ik denk dat ik er nog wel eentje kan doen. Dus even kijken. Ik denk het wel. Gaat wel goed komen. Gaan we gewoon doen. Waarom? Omdat ik het zeg. Waarom zeg ik het? Omdat ik het zeg. Daarom. Slaat nergens op. Goed. Mag ik, alsjeblieft, op mijn Chocobo klimmen? En ik zie jullie bij de volgende locatie. Goed. Deze was even moeilijk om te vinden, maar ik heb hem eindelijk weer gevonden. Hier zit er ook weer eentje. Dit is namelijk op de Vergeten Continent. Of Forbidden Continent. Ik weet het niet meer. Gewoon het ijs gebeuren. 41, Rosetta Ring, Protect Ring, Airship Cards. Ja, ik vind het heel erg veel cards. Maar lekker belangrijk. Goed, we hebben ze nou allemaal op het land gevonden. Er zijn er 4... ik laat mijn controle vallen. Er zijn er 4 op het land en er zijn er dus 4 in het water. Nou, het probleem is, we kunnen er pas eentje te pakken krijgen op disc 4. Niet nu. Maar die andere 3, ja, die wil ik nog wel eventjes laten zien in de volgende aflevering. Dus, ja, dit is eigenlijk een beetje de Chocobo semifinal geweest. Dus ja, heb je er nog vragen over of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar tijd voor hebt. Voor alle treasures die we hebben gevonden, wat alle items doen. Ja, dan laat ik in de volgende aflevering zien, want ik moet nu echt gaan. Dus mijn excuses dat het nou zo gaas afgesloten is. Maar ik wou zoveel mogelijk van de Chocobo doen. Ik wist niet dat het een uur zou gaan duren, omdat ja, randomize met de Chocograps. Jammer genoeg. Dus laat een like achter voor de moeite als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Bedankt voor het kijken, jongens. En tot morgen. Doei!